Want small caps zijn de enige categorie. Data vanaf 1930. die elke periode van 10 jaar, dus 1930, 1940, 1940, 50, etc. Mm -hmm. altijd een rendement heeft behaald dat hoger was dan de Amerikaanse inflatie. Oké, okay. en, en geen enkele asset class heeft uh, die reputatie. Keurig. Want je had bijvoorbeeld in de jaren 70 waren dramatisch door de inflatie voor de SP 500. Ja, en de SP 500 steeg inclusief het dividend met 5,9% per jaar. Maar de inflatie was ruim 8% per jaar. Dat was een heel stuk hoger. Ja. Dus je ging gewoon in koopkrachten vooruit, inclusief als je dividenden meerekent. Maar small caps uh, deden gemiddeld 15% elk jaar in de jaren 70. Oh, dat is wel een grote outperformance. Ja, klopt. Mm. Klopt. En het mooie is natuurlijk van dat uh, small caps afgelopen jaar heel slecht gepresteerd hebben. Uh -huh. Want die zit ook niet meer in een bullmarkt. De Amerikaanse smallmarkt zit erbij. Oh, sorry, het afgelopen jaar ook of afgelopen maand? Ik afgelopen weet niet 52 in... weken. Oké. Okay, yeah. zijn gewoon uh, op de laagste standen van de afgelopen 52 weken. En ruim ja. 20% onder de all-time high. Dus een dikke beermarkt. Dat is natuurlijk ook een manier om, om defensief te beleggen. Door gewoon zo'n categorie. die per saldo uh, als enige elke 10 jaar winst heeft. die je nu met 20% korting. Kan oppakken. Mm -hmm. Het is natuurlijk ook een, een defensieve belegging.